De echte hipster, dat is volgens mij vader Abraham. Ja. Die zag er zo uit. Ja. En dat is, ik bedoel, nu zit met een hoedje op. Die ziet er nu net zo uit als vader Abraham. Ja. Alleen, vader Abraham, die maakte leuke liedjes. En dat was ook iets vrolijks, over smurfen. Ja. En dan nu kijk je naar De Wereld Draait Door. En dan zit daar ook vaak zo'n man, zo'n man met zo'n hele grote bril. En dan van die zwarte haren zo. En die wordt dan ook heel serieus genomen. Dat is ook zo raar, dat je ook niet zegt van, die bril. Dat kan. Maar dat is eigenlijk de meeste... Ik kreeg een ontzettende kramp. Oh, jongen. Oh, ja. Waar? In mijn been. S5. Wat gebeurt er? Moet ik iets doen? Nee. Wat is dit? Nee, maar dat komt. Serieus. Aandacht in. Ja, het schiet er weer in. Nee, serieus. Nee, helemaal niet. Ik weet niet. Dokter! Nee, maar dit. Dat is niet waar. Dit is niet goed. Die pakt een moment. Nee, daar zit er nog. Nee, maar jawel, dan trek ik hem. Kom maar. Welke is het hier? Op het voetbalveld is er dan ook op dit jaar. Wat helpt dit? Oh, zo zeer. Helpt dit? En jullie denken dat een gatje is? Lukt het? Die zanger bij De Wereld Draait Door met die bril. Die Claudia zo goed vindt. Erik, kun jij even die 100 euro daar? Gaan we? Dit wat Henny nu doet, dat is dus hipster. Zou je dat nemen? Dat is gewoon dat je het laat gaan. Je laat het gewoon komen. Kijk, maar wat is dit lijkt niet. Maar het is, ik zit heel aan dat ik denk van, ik zit toch te krap. Ja. En Henny. Ja, ik ben 64. Ja, ik ben het. Hij is niet meer de jongste. Nee. Gaat het nu? Ja, het gaat beter. Even een kopje water. Ja. Maar dat is het dus. Kijk, hier mag je van Henny om lachen. Maar zo'n man met zo'n bril, daar mag je niks van zeggen.